Hallo, we zijn de Gebroeders Leiderman. Ons seizoen begint eigenlijk als de rooi voorbij is, begin december. Dan enten we onze vliegduiven, kweekduiven tegen Paramexo rota begin december. En als december, dan eind december, dan gaan we alles enten tegen Paratyphus. Begin januari laten we dan de duiven voor het eerst weer los na de winter. En dan proberen we in de hele maand januari ongeveer, zowel de doffers als de devin, die zitten natuurlijk apart, 10, 15 keer los te hebben. Dat ze weten in welk hok ze moeten. En ook dat er iets discipline al opkomt. En dat ze dus niet te dik zijn voor het koppelen in februari. Dan, als we dan de duiven koppelen in februari, dan kunnen die stoffen ook wat meenemen in het ei. En dan kunnen de jongen goed opkomen. En dan kunnen we een mooie seizoenstart maken. En dat is eigenlijk het begin. Ja, en dan de eerste of de tweede week van februari koppelen we alle duiven, zowel de kwekers en de vliegers. En dan gaan we de duiven zo goed mogelijk proberen te koppelen. Als het ware voor levenslang. Zodat we goede koppels kunnen maken. En dan alle jongen van de kwekers en de vliegers, die krijgen dan sowieso één jong, moeten ze groot brengen. Begin maart zitten ze dan op eieren en komen ook de jongen. En dan komt er steeds meer wat discipline op. En we laten vaak wel redelijk lang de jonge duiven bij de vliegers, bij de ouders. Die gaan er echt af als ze oud genoeg zijn om ook helemaal zelfstandig te zijn. En sommige duiven hebben dan ook al gelegd bij de vliegers. En als het van wat we denken een bijzonder koppel is, dan halen we de eieren ook weg om die onder een ander koppel te leggen. Dus eind maart begint dan langzaam maar zeker de echte discipline op de vliegduiven te zitten. Het is nu april en wij trainen nu de duiven regelmatig, dat ze elke dag loskomen. Een uur, anderhalf uur proberen we ze los te laten. Maar deze twee hebben we toch van het vlieghak afgehaald. Dat is Rosa en Kobalt. Dat is broer en zus. Omdat we toch er voorzichtig mee willen zijn. Ja, die kunnen we echt goed gebruiken voor ons kweekhok. Rosa die wint vorig jaar de eerste Grand Prix vlucht, Issoudun, 709 kilometer. En dat is echt een hele goede dag van duif. Beide duiven komen uit Arturo Martila, de doffer, duivin. En we waren ze allebei van plan om voluit te spelen dit jaar, 2023. Maar Hans en Evert-Jan Eijenkamp hebben gezegd, toen ze Rosa zagen, die kun je gewoon beter niet meer meedoen. En we twijfelden er ook eigenlijk al een beetje aan. Dus toen hebben we maar definitief beslist om Rosa niet meer mee te doen. Kobalt won de vlucht tegen 17.000 duiven dit jaar. En toen hebben we gedacht, die doen we ook niet meer mee. Want vorig jaar was die ook al een keer snelste tegen 13.000. Dus allebei naar het kweekhok nu. Gelukkig hebben we een goede seizoenstart gehad. Voor onszelf ook eigenlijk iets boven verwachting. Afwachten of het zo blijft. We doen ons best. En we wensen iedereen heel veel geluk dit seizoen. Dat er maar veel goede uitslagen mogen komen voor iedereen.